Hallo, welkom bij een nieuwe replay. En vandaag speel ik in de VK 3001P. Dat is de Tier 6 Duitse medium tank. En ik moet eerlijk bekennen dat ik altijd dacht dat het een heavy tank was. Dat is de tank die leidt naar de Tiger P en uiteindelijk naar de Maus. Maar goed, het is dus een medium tank. En deze tank heeft 8,8 centimeter gun met een lage penetratie. Hij heeft ook een 10,5 centimeter derp gun en een 7,5 centimeter gun die ook op de E25 en de Stuk 3 en zo zit. Maar ik denk dat ik hem met deze gun de 8,8 centimeter ga spelen. Die kan ik meteen installeren op deze tank. Dit is het allereerste potje wat ik speelde in deze tank. En ja, dan is de matchmaker zoals jullie weten wat vriendelijk voor je. Dus het is een tier 6 en een tier 5 pot. Ik heb er een goede crew in gestopt. Ik heb geen zin om met een nieuwe crew deze lijn te grinden. Dus ik heb de Tiger 1 crew erin. Nou, Tiger 1 heb ik 600 battles in. Dus dat is een crew met heel wat ervaring en in ieder geval ook 6 cents. Dus een crew met 3 skills. Ik heb hem nog niet full ops. Ik heb dus ik heb de beste turret nog niet. Dit is nog de stock turret. En ik heb ook de topmotor nog niet. Maar goed, ja, die gun is het belangrijkste feature van deze tank, denk ik. En, Daar ging vol door ihre Panzerung. Ja, dat is best een lekkere gun, zeker als je toptier bent. Want dan is, ik geloof dat het 132 pen is, de AP shell. Ja, inderdaad. Ja, dat is ruim voldoende als je toptier bent. Zeker als je wat lagere tier tanks in het begin beschiet, zoals ik. Ik heb nu 2 tier 4 tanks geschoten, nou, daar heb je natuurlijk geen probleem. De pot is op Westfield. En ja, ik spande bovenaan. Meestal zou ik in de medium eigenlijk ja, op de 7-lijn gaan staan. Of zelfs de 9-lijn. Maar ik spande bovenaan op de D-lijn, E-lijn. Dus ik begon. Ik denk, nou, laat ik maar gewoon net doen alsof ik een heavy ben. En dat pakte dus goed uit. Hoewel, omdat er nu zeker nog niet op lijkt. Want we staan fors achter. Dus het is tijd om een wat agressievere move te maken. Ik heb hier mazzel dat de VK3601 op een andere tank schiet. Dat stelt mij in staat om hem te beschieten. Daar ging vol door ihre Panzerung. En dat kan ik doen zonder dat ik zelf damage oploop. En ik ben al een keer door een Hellcat gesniped, dus ik moet oppassen. Wirkungstreffer. Ik kan niet zo heel veel meer hebben, want ja, het is niet een tank met heel veel armor. Dit. Bereid zu feuern. Wir haben sie. En ik pak hier mijn tweede kill op. Hellcat die onvoorzichtig was en te ver naar voren staat. Dat moet je nooit doen in Hellcat. Hellcat is echt bedoeld om te snipen. Ja, jullie zien dus dat dit best een goede gun is. 6,6 seconden reload. Het gaat nog wat omlaag, want ik heb mijn crew wel hertraind. Dus het zal zo rond de 6,3, 6,4 seconden uitkomen uiteindelijk als ik een 100% crew heb. Ja, en dan doe je best wel snel aardig wat damage, want de gemiddelde damage is iets van 210 of zo. Even kijken. 220 zelfs, gemiddeld. Nou, dat is, dan loopt het toch aardig hard op. Zeker als je zo lekker om de beurt kan piekenboeren zonder zelf damage te vangen. Nou, ondanks het slechte begin, waar we op een gegeven moment 1-5 achter stonden, staat het nu 8-9, dus de kansen zijn wat dat betreft wat gekeerd. Maar het potje is zeker nog niet voorbij. En ja, jullie zien dat je toch echt wel volledig geëind moet zijn om damage te doen. Om geraakt te schieten, moet ik zeggen. Ik sta hier achter een bosje, dus ik word niet gespot door die KV1S. En de VK maakt hem af en dan zijn de scores weer gelijk. En ja, heb ik toch in een behoorlijk korte tijd flink wat damage weten te doen. Dus op dit moment sowieso geen slecht potje voor de eerste keer in de tank. Hier even rustig één op de Wolverine. Ik wil er zeker van zijn dat ik deze niet zou missen. En gelukkig gebeurt dat ook niet. Want elke kill die we nu maken brengt ons dichterbij de overwinning. Het is natuurlijk nog behoorlijk spannend, dus
Het is van belang dat eigenlijk elk schot wat ik doe raak gaat. Ik probeer hier wat te snipen op M4, maar A43 heeft geen hulp nodig. Die weet dat zelf op te lossen daar. Ja, nu hebben we nog maar 3 tanks te killen. Dus dat zou te doen moeten zijn. Ik kan zelfs nog een hit vangen. Dus dat is mooi. Nou, die VK-3001P van de tegenpartij, geen idee wat die aan het doen is. Die staat daar een beetje AFK te wezen. Ik kijk hier of ik geschoten heb op de stoek. Maar die heb ik niet. En ja, eigenlijk had ik dat schot niet moeten nemen, want dat stelt die Hellcat weer in staat. Diezelfde Hellcat die me al eerder raakte. Om mij een nasty shot te doen. En nu ben ik wel one shot natuurlijk, ook voor die stoel. Feuererlaubnis erteilt. En hier auto 1 ik op de Hellcat. Dat had ik beter niet kunnen doen, zeker niet nadat hij al geschoten had. Maar ik krijg een herkans. Gelukkig schiet hij weer in de grond. Dus dat is mazzel voor mij. En dat is kill nummer 4. Kijken of ik nog een hit kan doen op die stoek. Ja hoor, lekker. Mooie rol. Helaas net niet genoeg om hem te killen, maar goed. Dat geeft niet, want ik heb natuurlijk een prachtig potje zo gespeeld. En ja, meteen weer een heerlijk beginpotje. Net zoals 2 weken geleden met de AREL44. Laten we gaan kijken naar de statistieken. En ook dit potje was, net als bij de AREL44, de eerste pot meteen een mastery badge, ace tanker. En ja, ik moet ook zeggen, ik zie deze tank niet zo heel vaak. Dus ik vraag me af of die veel gespeeld wordt. Dus de lat zal ook niet al te hoog liggen. Maar ja, daarentegen was dit natuurlijk sowieso gewoon al een hele goede pot. Ik heb eigenlijk maar 1 medaille. Dat is de High Caliber medaille. Dus wat medailles betreft valt het dit keer wat mee. Maar wel, ja, 2,7k damage is natuurlijk een hoop op tier 6. Daarbij heb ik 4 kills gemaakt. Dat is goed voor een basic experience van 1232. En ja, dat is blijkbaar dus genoeg voor een ace tanker. Ja, meestal is dat op deze tier wel genoeg, 1200 XP. En ja, ondanks dat mijn team dus niet zo'n heel goed team was, want jullie zien onderaan 7 tanks met 0 damage. Dus ik heb een hoop goed moeten maken daarvoor. En dat heb ik gelukkig ruimschoots kunnen doen. Ik heb 22 keer geschoten, 14 daarvan waren raak. En van die 14 raak waren ook 14 pens. Dus ja, dat doet mij deugd. Lijkt erop dat dit gewoon de goede gun is voor deze tank. Want ja, vrij hoge alpha damage voor een tier 6. Vrij goede reload. De pen valt wat tegen, maar ja, als je zorgt dat je op weak spot schiet of in zijkanten van tanks schiet, dan is zeker als je top tier bent zoals dit potje is, die pen geen probleem. Ik maak 46.000 credits winst. Ik heb alleen maar AP shells geschoten, geen premium shells nodig had. En met een premium account is het goed voor 1848 XP. Het was in een keer 3 weekend, dus meteen 5,5k XP. En volgens mij heb ik die meteen in de tracks gedaan. Of heb ik... Nee, dat was niet bij deze tank. Volgens mij kan je deze tank spelen zonder de tracks nodig te hebben. Ik heb inmiddels wel de tweede turret unlocked, dus ik heb wat meer view range. En wat betere armor op die turret. Dus ja, lekkere tank. Nou, bedankt weer voor het kijken. Hopelijk hebben jullie een goed beeld gekregen van wat deze tank kan. En ja, ik speel deze tank natuurlijk om uiteindelijk naar de Mighty Mouse te gaan. Hij is top of the tree, de mouse. Dus ik heb de tank met wat korting gekocht. En ik hoop dat ik nog voordat de top of the tree eindigt bij de Tiger P kan komen. Zodat ik die meteen kan kopen. Want dan verkoop ik deze tank weer. Het is niet een tank die ik graag wil houden. Maar ja, als ik meer van dit soort potjes heb, dan, dan zie ik er zeker niet tegenop tegen die grind. Graag tot de volgende keer.